meer van moeten weten. Ten opzichte van de vorige spreker ben ik enigszins overdressed, zoals het heet. Maar ik ben ook hardloper, maar niet meer zo geobsedeerd door tijd, want het maakt voor de andere mensen op deze planeet niks uit of ik 10 kilometer in 60, 50, 40 of 30 minuten loop. Als ik richting de 20 ga, wordt het interessant. Dat gebeurt niet meer. Wie van u, en eerlijk zeggen, vindt journalisten een irritant volk? Wie heeft een hekel aan journalisten? Ik zal eerlijk meedoen. De meeste van mijn collega's zijn onuitstaanbaar. Als ik 's ochtends in de spiegel kijk, denk ik ook wel eens van, god jongen, moet je weer zo nodig. Een collega van me die opmaak deed bij oude kranten, er werden nog kranten opgemaakt op het steen, zoals het heette, dat was beneden in de kelder. Die zei al heel vroeg, journalisten zijn alleen te pruimen in de kroeg. En nou, dat heeft ook weer zijn voordelen als je dat weet. Daar kun je wat mee. Ik ben zoals gezegd journalist en het gaat met journalistiek niet zo denderend. En dat komt mede doordat mensen ja, toch hopen dat ze zonder journalisten door deze wereld kunnen komen. Hè. Net als wij zijn intermediairs en net als muziekmaatschappijen irritant zijn. Hè, je hoopt dan je muziek te kunnen beluisteren zonder muziekmaatschappijen. En een heleboel intermediairs, daar hoop je zonder te kunnen. Toch is het wel handig, ik hoor net iemand zeggen, het gaat allemaal om informatie en vervolgens hoor je een heel technisch verhaal over informatie beschikbaar stellen, dat die kinderen altijd en overal maar hele bergen informatie hebben. En die kinderen die zijn voornamelijk geïnteresseerd in hun Facebook pagina's, kan ik uit ervaring zeggen. Zelf heb ik geen mobiel internet, omdat ik vrees dat ik de verleiding niet kan weerstaan of toen mensen nog wil kunnen aankijken. Als ik onderweg ben. Ik heb ook een presentatie. Ik twijfelde even van hoe gaan die. Oh ja, dit is het laatste boekje wat ik geschreven heb. Het gaat om die onderste regel. Privacy bestaat niet. Dat weten we langzamerhand wel. Maar ik heb beschreven hoe je nou voordeel kunt genieten van het wegvloeien van privacy. Dat heeft namelijk heel veel voordelen, denk ik. Voorheen heb ik een boekje trouwens geschreven over Facebook. Daar staan nog een paar doosjes van, dus wie dat hebben wil mag het zo komen halen. Dat is vooral handig voor mensen met kinderen. En ook voor mensen zonder kinderen. Met partners bijvoorbeeld. Nou, dit heb ik gedaan. Journalistiek is traditioneel. Zijn wij poortwachters. We zijn bedweterig. We kunnen slecht tegen kritiek. En we zijn bovenal, en u heeft dat net met z'n allen beaamd, irritante mensen. Degene die hun vinger niet durven opsteken, die zijn bang dat ik ze vandaag of morgen kom kiel halen als journalist. Erken het maar gerust allemaal. Wij zijn een noodzakelijk kwaad. Dat is door internet enigszins veranderd, omdat we bedreigd werden. Onze machtspositie is afgebrokkeld, we hadden minder geld en er is noodzaak ontstaan tot conversatie. Ik noem dat zelf, dat wij geworden zijn primus inter pares. En dan ligt de nadruk op het inter pares, onder de gelijken. Jullie zijn dan mijn gelijken. Ik zou graag in de zaal, ik snap ook niet altijd de opstelling van dit soort congressen, dat een heleboel mensen in een zaal moeten zitten en dat dan mensen geacht worden hier op een podium daar iets meer van te weten. Dat is niet altijd zo. Maar goed, de huidige staat van de journalistiek is niet florisant. We worden aan massa ontslagen. Tarieven die zijn met 80-90% gekelderd. In weinig branches is dat zo sterk. Daar word je nederig van, kan ik zeggen. Dat is niet zo erg. Ik kan altijd nog gaan hardlopen of naar muziek luisteren. Maar ICT-journalistiek, die heeft een extra probleem. Hè. Dat traditioneel al, het is heel aanbod gestuurd. Een hele berg persberichten zie je altijd voorbij komen. En dat is niet helemaal goed. Er zijn wel fraaie uitzonderingen op het gebrek aan kritisch vermogen, maar ja, die zijn schaars. IT-journalistiek momenteel, daarin staat digitale echt centraal. Het is helaas nog steeds aanbod gedreven. Je wordt helemaal gek van de, tenminste ik althans, van de verhalen die je ziet over gadgets en zo. Maar ja, wie van jullie leest er liever over gadgets dan een onthulling over een project wat verkeerd gelopen is? Wie leest er liever over gadgets? Oké, okay. Nou, vind ik heel eerlijk. Nee? Ik bedoel, dan weet ik wat me te doen staat hier. Hoe lang heb ik nog?
Twee minuten, dat gaan we dan even doen. Ik heb de titels maar weggelaten, maar ik laat u hier drie voorpagina's zien van de belangrijkste IT-publicaties. En dan mag u zelf bepalen om wat voor reden dat daar nu staat. En dat hoop ik wel, dat u kritischer wordt. Kijk, journalisten zijn vervelend en irritant, maar als u tenminste maar kritisch blijft ten opzichte van informatie, ook journalistieke informatie. Het is niet allemaal bullshit, er zitten ook goede dingen tussen. Maar kijk altijd heel goed, waarom staat iets er? Wie heeft daar nu belang bij? En dit is de volgende. Ik zal het maar niet voorlezen, want ik heb er ook een handje van als ik meer tijd heb om dat rustig allemaal te gaan voorlezen. Om de absurditeit ervan enigszins aan te tonen. Maar mensen, ook mijn collega's, doen natuurlijk een stinkende best om relevant te zijn. En dat lukt soms ook. We hadden pas de ICT-enquête in de Tweede Kamer. Het bleek dat er miljarden zijn verspild. En als je nu goed luisterde naar die verhoren. Wie van jullie heeft naar die verhoren geluisterd? Ja. De meeste van u interesseert het geen malle moer, geen barst. Het is de belangrijkste ICT-gebeurtenis geweest in het afgelopen decennium. Maar dat interesseert ons niet. Interesseert de journalistiek ook niet. Het ging over woningbouwcorporaties die te veel gegraaid hadden. En wij hebben het vooral heel druk met de volgende iPhone. Maar wat zag je bij die enquêtes? Het enige wat telde voor de heren die de boel bedot hadden, dat was, komt het in de pers? En Tweede Kamer, achteraf hebben ze niks van te duchten, maar ze waren bang dat de media erachter zouden komen. En daarom wil ik u vragen, de rest van de presentatie geloof ik wel, maar daarom wil ik u vragen, alstublieft, hecht wat meer belang aan goede IT-journalistiek. En kom ook gewoon, want er zijn nieuwe platforms en daar kun je je onderzoeksvoorstellen indienen. Bijvoorbeeld, er zijn hele goede nieuwe IT-journalisten zoals Dimitri hier van de Correspondent. En kom gewoon naar me toe met goede voorstellen, wat je wil weten, wat er goed gaat in de IT, want dat moeten we ook veel beter gaan beschrijven. En vooral ook, hoe kan het beter? Waar zit het echt? Dank jullie wel.